Ik ben Andries Toot, schermleraar van Schermzaal Toot hier in Oldsherk. En ook bij de marine in Den Helder geef ik ook schermles. Ik heb eigenlijk van jongs af aan geschermd. Ik geloof dat ik startte van, was ik een jaar of zes. Toen in Den Haag waar ik woonde. Altijd met heel veel passie gedaan. Diverse keren jeugdkampioen van Nederland geweest. Seniorenkampioen diverse malen. En ook vele malen voor Nederland. Nederlands vertegenwoordigd bij de wereldkampioenschappen en de Europese kampioenschappen. Het is heel bijzonder dat ik mijn man heb ontmoet dankzij het schermen. Of eigenlijk, ik gaf in Amsterdam voor de opleiding Raja Yoga, het beginnersjaar. En daar kwam ineens iemand binnen toen ik les gaf. Het was eigenlijk de bedoeling geweest dat hij in een andere groep zat, maar die groep ging niet door. Dus hij kwam bij mij terecht. En die deur ging open met een bank van energie dat ik dacht gelijk van, oh wat is dit? Ik werd heel zenuwachtig en ik bloosde aan alle kanten, waardoor mijn echtgenoot heel lang gedacht heeft dat ik altijd bloosde. Ja, dat heb ik anderen nog vaak. Hij heeft altijd zo'n rood gezicht. Dat bleek niet zo te zijn. Ja, dus dat was een heel mooi begin. Maar hij kwam naar yoga omdat hij een blessure had. En, door de sport, hè, door het schermen. Ja. Klopt. En ik zei meteen van nou, daar kunnen we wat aan doen. Maar mijn man is heel kritisch en die zei, is dat zo? En weet je dat zeker? En dan deed het een beetje pijn als hij dat deed. En dan zei hij van, moet dat zo? Is dat echt de bedoeling? Maar die blessure is wel overgegaan. Het volgende was natuurlijk dat die lessen voortgezet werden. En ik heb dit pand gekocht. En toen stond ik hier te kruien met enorme bergen zand. Want de hele vloer, dus die 14 meter bij 7,5... die is er oud geweest en daar is allemaal nieuw zand gekomen om zeker te zijn dat je geen schimmel had, maar ook als een nieuw begin. En toen hadden we afgesproken met een yogagroep dat ze uit Amsterdam hierheen zouden komen, maar zij hadden achter onze rug hadden ze bedisseld dat alleen maar Andries kwam. Ja, en dat was het begin van een heel romantisch verhaal. Het bijzondere was natuurlijk dat wij daardoor natuurlijk elkaar ontmoeten op een ander niveau dan als de docent en yogaleerling. En toen vertelde Anders dat hij schermde en ik vond het geweldig dat hij schermde. En dat vond hij dan weer heel bijzonder, want mijn broer had geschermd ooit. En dus ik vond het ook een hele mooie sport, want ik heb altijd... ik had balletles, dus ik heb ook toen toch tegen mijn broer gezegd van nou, je kunt sneller dit doen of je kunt sneller dat doen. Op die manier, door de ballet dingen. Ik vind het prachtig om dat over te brengen, dat ballet. Andries deed dat nog niet zozeer met schermen, wel eens bij collega's. En toen wij hier in 1989 er een galerie van maakten en zaal, waarvan alles gebeurde wat voor ons samenwerkte, hebben we op de opening ook gelijk een hele kleine schermles gegeven. En de burgemeester heeft dat geopend, was een fantastische burgemeester van Dulles, die dat ook heel erg leuk vond. Dus ik dacht, het mooiste wat ik voor
Andries kan maken, is iets met schermen voor zijn verjaardag. En toen ben ik naar zijn schermhok gegaan in zijn huis toen in Amsterdam. En er stonden misschien wel 30 wapens. En ik heb mijn handen daarboven gehouden en toen heb ik er 1 uitgehaald. En die heb ik ook echt stiekem meegenomen. En dat was op zich al een hele kunst. Toen heb ik dat getekend. Ik loop er even naartoe. Ja. Kijk. Ja, misschien kun je door de spiegeling niet helemaal zien. Maar, dan neem hem even apart op. Je ziet dat het een wapen is. Het is een floret. En toen ik hem aan het tekenen was. Ik was echt begonnen met verf, zoals je ook ziet in de achterkant. Gouache. En ineens had ik het gevoel dat ik moet krijt nemen, want dat is heel direct. En toen ontstonden daar allemaal lijnen op. En achteraf bleek ik het mooiste wapen voor Andries gekozen te hebben. Want het was het wapen waarmee hij de meeste wedstrijden had gewonnen. En wat ook echt zijn favoriete wapen was. Want je hebt een bepaald greepje. Het ene greepje zit lekkerder dan het andere. En dat moet helemaal precies op maat gemaakt worden voor je hand. En ik had dat greepje precies van de goede kant genomen. Want je kunt het natuurlijk van meer kanten zien. En al die ronde lijnen, ik dacht, ja, waarom maak ik nou al die ronde lijnen? Nou, hij was ontzettend verrast, want eigenlijk is dat alles schermbeweging. Dus ik heb gewoon die beweging daarin gebracht. Nou, dus, ik had dat schilderij gegeven. Andries, die vond het geweldig met die schilderijen, maar ook mijn andere werk, de objecten en de tekeningen en de installaties. En wij vonden elkaar in een gemeenschappelijke geschiedenis. Want bij schermen is alle terminologie in het Frans, maar bij ballet ook. En bij theater konden we dat combineren. Bij theater konden we dat combineren. Er was al een fotootje van de Andries dat hij als kind al als clown was. En ik zal je verzekeren, hij heeft een geweldig gevoel voor humor. Wij veranderen ons nu in 2 figuren uit de Commedia dell'arte. En ik zet mijn baret op. Normaal gesproken schmink ik mijn gezicht wit. Dat zie je daar, hè? Je ziet steeds een wit gezicht. Hier ben ik een andere figuur, de Capi Comico. Ik ben natuurlijk een geweldig interessante figuur. Ik besta namelijk al sinds de 15e eeuw. Eerst liep ik mee in optochten en ik deed gekke dingen. En mijn officiële naam was Pedro. En eigenlijk was het Pedrolino, want Pedrolino was zo'n heel klein jongetje. En die moest altijd slapen in de hokken als wij als comedianten wegtrokken. Je ziet hem al bijna komen. Ja, uit Bologna komt hij. Bologna, de grote universiteitsstad. Daarom heeft hij ook een cape. Daarom heeft hij ook zo'n geleerde baret. Ja, en ik ben een beetje stout. Eigenlijk mag ik helemaal geen baret op hebben. Hè. Ja, ik ben natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje, toch, meneer, doctor? Je bent helemaal geïnfecteerd. Ik ben met mijn tijd meegegaan. Kijk, dit is pas kunst. Hij is geweldig. Hij kan duelleren met andere figuren zoals pantalonen. En soms, als hij een mooie vrouw ziet, dan maakt hij zo'n geweldige gebaren. Ja, dan zijn we natuurlijk een beetje gek aan het doen. Dat vinden we heerlijk. Want je kunt alles zeggen als je een masker voor hebt. Dat wordt dan gedoogd. Een ander masker dan we tegenwoordig hebben. De passie die we ook beide hebben is kunst. Want Andries is de zoon van een kunsthistorica, een hele bekende, Toot Ubbens, die in Den Haag voor het Mauritshuis gewerkt heeft. Dus wij houden allebei ook heel erg van de achtergrond van kunst en ook dus van deze Commedia dell'arte. Die ook in de beeldende kunst vertegenwoordigd is. Maar we houden ook heel erg van dingen die ruimte geven in de kunst. Waar we onze eigen wereld in kunnen zien. En daarom hebben wij ook een voorliefde voor gestileerd en geabstraheerd werk. En niet puur figuratief. Dat heeft gemaakt dat wij samen in deze galerie sinds 1989 echt honderden concerten hebben laten geven. Er staat ook een mooie Yamaha-vleugel. Honderden lezingen over de meest uiteenlopende kunsthistorische of literaire
of filmische werken, films vertoond. En we hebben natuurlijk ook elke keer weer andere exposities. En het is ongelooflijk hoeveel verschillende muziek er is, hoeveel verschillende invalshoeken er zijn in de beeldende kunst. En ja, wij missen dat ook verschrikkelijk in deze tijd. Hij had er werken op een skip. Hij vindt dus...